De liefhebbers kunnen weer op pad om 4 avonden achter elkaar te wandelen. In vrijwel elke kern in de regio worden wandelvierdaagsen gehouden. In Feyenaard gingen van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei 415 wandelaars op pad. Vrijdagavond werden zij ingehaald bij woonzorgcentrum Vendertshof. Overladen met snoep en bloemen gingen de wandelaars met de muziek van Oranjebaan en drumband duo op weg naar de Parel. Nee, Nieuwkoop met voorzitter Bart Goudriaan van de organiserende jeugd- en sportvereniging, de Kieviten. De avondvierdaagse in Feyenaard. Hoeveelste editie was dit? Wij organiseren dit als Kieviten voor de 53ste keer dit jaar. Ja, vorig jaar heel veel regen gehad. Dit jaar goed weer. Heeft het ook invloed gehad op de inschrijvingen? Dat weet ik niet zeker, maar dat neem ik aan van wel. We hebben inderdaad de vorige jaar een hele slechte start gehad met de dinsdagavond die afgelast is vanwege onweer. En ook de vrijdag was niet zo'n geweldige avond met regen, met muziek. Dus ja, een zon is altijd beter dan regen. Dus ik denk dat het er wel mee te maken heeft, ja. Hoeveel lopers hebben er meegedaan dit jaar? We hadden na de woensdagavond 415 inschrijvers totaal. Zijn er nog dingen anders dan andere jaren? Behalve het weer, wat ik gelukkig dit jaar anders was, is nog wel leuk om te vertellen dat we qua routes wat veranderd hebben. We hadden al een hele lange tijd 4 vaste routes op de 10 kilometer en 4 vaste routes voor de 5. En ja, lopers kwamen wel eens van, joh, is dat nou weer hetzelfde? Dus ik heb mijn best gedaan om voor de 10 kilometer met name 3 andere routes te bedenken. Niet helemaal anders, maar in ieder geval andere accenten, andere hoekjes, andere richtingen. En dat is goed gelukt. Behalve de afsluitende avond hadden we dinsdag, woensdag en donderdag op de 10 kilometer een andere route. En nou, daar heb ik gelukkig positieve reacties op ontvangen. Komt er volgend jaar weer een nieuwe editie? Uiteraard. Wat daar belangrijk bij is, en dat wil ik nog wel even graag zeggen, is dat we dit jaar en een andere jaar ook, maar dit jaar een hele grote hoeveelheid inschrijvingen van de scholen hebben gehad. De 3 scholen in Feyenoord Rijk doen mee aan het evenement. Springplank is fanatiek altijd aanwezig. De Kennedy School en ook de Julianenschool heeft met heel veel deelnemers, 175 om precies te zijn, dit jaar deelgenomen. Dus we hopen zeker dat die scholen of de ouders die ervoor zorgen dat die leerlingen aanwezig zijn, dat die dat volgend jaar net zo fanatiek blijven oppakken als dat ze dat dit jaar hebben gedaan. En als we dan weer 4 dagen mooi weer hebben, dan komt dat goed.